De douanerecherche heeft afgelopen donderdag meer dan 230 kilogram cocaïne in beslag genomen. De truckchauffeur Frits S. werd door het arrestatieteam bij een verschepingsbedrijf aan de Abattoirweg aangehouden. Het verderfelijk spul bevond zich in een container tussen geschaafd hout dat gereed stond voor verscheping. Het geschaafd hout werd door Frits S. vanuit Weg naar Zee vervoerd naar het verschepingsbedrijf aan de Abattoirweg. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de truckchauffeur hangende het onderzoek in verzekering gesteld.